te verbeteren, zeg maar. Maar aan de andere kant, in die fractievergadering is er zo emotioneel omgegaan. Veel leden van de fractie hebben toen min of meer het vertrouwen op hen opgezegd. Ja, toen heeft hij het afgelopen weekend nog eens even heel goed nagedacht en bedacht dat hij het tij niet zou kunnen keren. En dat terwijl Job Cohen toch 2 jaar geleden nog als redder in de nood Wouter Bos opvolgde.